Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ga nu vertrekken naar Bea toe. En dan gaan we zien wat we gaan doen, want daar staan ook fans. Mijn deur was nog open. Fans bij Fiorano. Weer zo onaangekondigd. Dat kunnen we dus niet blijven pikken. Wij proberen een vaste dag eens te doen om een fanmeeting te doen. En dan zeggen jullie altijd in de chat, ja, we staan al bij de Fiorano, kom af. Maar wij hebben ook nog andere dingen te doen. Voilà. Ik ben nu onderweg naar mijn schatje toe, dus ik zal zeggen, ik ga van het muziek luisteren, genieten, van David Guetta. Of nee, die van Calvin, die moet ik dan nog wel even gaan zoeken. Maar die moet hier ook al ergens in de buurt zijn. Ik domtrek. Nee. Ja, hier. Dat is goed, Kelvin. Ja hoor. Ik breng jullie het belangrijkste besef ter wereld. Vandaag zou het de laatste dag van je leven kunnen zijn. De tijd tikt door, ja vergeet dat niet. Want de dag blijft je blijven zonder iets. Ik ken het om en dat je weer geniet. Met dat gast je krijgt het leuk op dat maar ziet. Ik wil het hier vandaag zien als de allermooiste dag van je leven. En wanneer is die missie? Het wordt nu officieel voltooid! Tijd tikt door, ja vergeet dat niet. Voor de dag tegen zich, dit is zonder iets. Ik ben verdomme dat je weer geniet. Dag als ik je in de kanama ziet. Tijd tikt door, ja vergeet dat niet. Maar mijn dag werd gelegd uit het zonder iets. Ik ben verdomme dat je weer geniet. Zodat als ik je ergens naar mij ziet. Ik ben het vandaag niet als de allermooiste dag van je leven. Meneer, die missie is officieel voltooid. Let ik door, ja vergeet dat niet. Maar vandaag krijg je recht op de zonde iets. Ik ben verdomme dat je weer geniet. Zodat je als ik je in een dynamax ziet. Dankjewel, ik heb weer al heel Calvin is gecoverd. En nu ga ik verder luisteren naar de QDJ's. Van, jawel, de Foute Party. Allee. Tot later. Dus nog eens even over de Fiorano ijssalon. Alhoewel van de fans zouden dus echt afkomen. Maar daar is niemand afgekomen. Dus we zijn hier nog zo aan het denken van gaan we het nog wel zaterdag doen, ja of nee. We gaan daar een uur op afspreken. Dus ik ben nu aan het denken. Zaterdag om 6 uur tot 7 uur ga ik daar staan.
op de parking voor het huis van Verano. Dat is een parking van De Alk, sporthal De Alk. Daar kunnen jullie allemaal terechtkomen. Gelief dan ook wel uw mondmasker mee te brengen. En dan nog iets. En gelief ook op 1,5 meter afstand te bewaren. Dus bij deze. En wat zien jullie er van als ik eens op vliegtuigen ga spotten? Dus gelijk bij de kleine brogel. Het is misschien ook nog wel eens iets heel leuks om te doen. Om te kijken welke vliegtuigen dat er allemaal opstijgen bij kleine brogel. Voor de rest heb ik niet echt veel te vertellen. Dus alleen maar over de Verano, dat het wat misgelopen is. We hebben daar wel plaatjes tevoorschijn gekomen van echt van Verano. Dat ze daar blijkbaar waren. Maar blijkbaar toch weer al niet. Gewoon van toen we arriveerden, schreven, ja, wij zijn er. Ja, ik zit op wc, ik zit op wc. Dan vraag ik zich, ja, waar zit je dan op wc? Ja, een wc-pot. Ja, wauw. Wat zijn de kleuren van de muren? Ik ben kleurenblind. Ja, oké. Hoe geraak je dan naar de wc? Langs wat moet je dan passeren? En daar kon hem totaal geen antwoord op geven. Dus daarbij heb ik gemeid, dat is fake. Zo onderzoeken we dat. Echt waar. En als dat in de toekomst nog vaak gaat gebeuren, dus dat we zeggen, ja, kom dan daartoe of kom dan daartoe, we komen dan naar daartoe en daar is dan niemand niet, dan gaat het er ook mee stoppen. Niet met YouTube, dat weer al niet. Maar gewoon echt stoppen met fanmeetings organiseren, dan zeg ik gewoon, ja, ik ga naar die gaming evenement of ik ga naar die gaming evenement, ik ga daar helpen, dan kunnen jullie dan naar daar komen. Ook tickets kopen, dan is dat ook wel heel belangrijk. Van tickets, dan kunnen we ook ongeveer weten hoeveel mensen dat er dan gaan afkomen. En dan komen ze wel effectief af, want je betaalt bijvoorbeeld 5 euro aan een fanticket, dan krijg je 2 consumpties in de plaats terug. Dus je betaalt eigenlijk je reservering voor naar mij te komen, maar je krijgt dat terug in drankbonnetjes. Dat is toch wel mooi. Bij deze weten jullie dat. Ik laat het alleen maar even weten en daar is weer een kabinetje. 3 auto's, 4 auto's, een vrachtwagen, 2 auto's en 2 vrachtwagens dan voorbij aan het steken. Goed bezig. Echt waar, goed bezig. Sommige mensen hebben dus echt geen geduld meer in het verkeer. Hè? Dus ik rij nu 70 waar je ook 70 mocht rijden. Wat zeg je nou? Ik rij hier 50 waar je 70 mocht rijden. Over 300 meter. Op de rotonde sla linksaf naar N748 Kiesel Kleine Brogel. Dankjewel GPS om daar even tussendoor te lullen. Bij deze, ik ga jullie nu afronden. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Weet je wat, hè? Ik ga tegen mijn eigen vechten. Hoe doe ik dat? Dat gaan jullie nu zien. Zoek je bril. Zoek je bril. Oh, jongen. Oh, fuck it. Oh, jongen. Oh. Nee, hoor. Kom in je eigen dus even dus. Wakker schudden. Hey. Je ziet dat het echt wazig beeld is. Dat komt omhoog van dat er barsten in mijn juist voor de lenzen zitten. En dat geeft dus die wazig beeld. Dat ook, hè. Weer al dus van mijn achterkant. Dat kapot is. Ik ga het terug op het doen. Zelfs ga ik niet meer binnen. Op mijn eigen appartementje. Dan ga ik ook nog Sipiet de vragen weer op beantwoorden van Groove of Pursuit. En nieuwe stellen voor jullie toe. Eerst even wat aankomen bij mijn appartementje. Licht aan. Anders kunnen jullie mij blijven zien. Valassa.
Dan hier het licht aan, aan. Dan hier weer al uit, voilà. Dan ga ik dit rifje op de zoetvrijheid er eens even bij nemen. Ik denk dat het deze zijn. Ja. Want ik herinner het mij weer al van dingen. Ja, oké. Dan ga ik ook weer al twee nieuwe nemen. 1, 2. Voilà, 2 volgende. Ja, de vragen blijven maar binnenstromen hoor. Jawel. Mijn hoopje is nog niet op hoor, mensen. Mijn hoopje is nog niet op en binnenkort weer al op de website te vinden. Al die vragen en antwoorden waar ik al heb gesteld. Dus we gaan eraan beginnen met de Trifield Pursuit vragen. Welkom. Ik ga er ook eens een aparte intro van maken, denk ik. Ja, dat ga ik zeker eens doen. Een aparte intro voor Trifle Pursuit. Zeker doen, Dimi. Oké. Welk West-Europees land wordt het vaakst getroffen door vulkaanuitbarstingen? Dat was dus Italië. Wie redt Quasimodo en Poebus van een afstraffing door de zigeuners? Dus wie, hè? Dat was Esmeralda. Welke dag is het morgen wanneer het eergisteren zondag was? Woensdag. Welke meisjes trio waren in 2003 met een varkensnuit te bewonderen? K3. Wie was in 2003 tweede astronaut in België? Dat was Frank de Winne. Welke Nederlandse ploeg speelt in het Amsterdam Arena? Ajax. Welk is het grootste gevaar wanneer je op skivakantie bent in de Alpen? Lawine. Welk Britse komiek houdt heel veel van zijn teddybeer? Dat was Mr. Bean. Welke metaal poogden de oude alchemisten tevergeefs om te toveren in goud? Dat was lood. Hoe heet een lange sok? Kous. Welk levensbelangrijke spier wordt een handje geholpen door een pacemaker? Het hart. Of gewoon hart. Welke speelgoedmerk bracht het CD-ROM-spel Rock Riders op de markt? Dat was Lego. Nu de nieuwe vragen. Jawel, dames en heren, nieuwe 12 vragen. Hier komen ze dan. Welk Belgische provincie is ook een land en een stad? Welk superster... Even voor de duidelijkheid, dit is een, dit heb ik dus ooit dus ook al in mijn vlogs al gezegd. Dit is dus een, ja, ik heb al gemerkt dat ik ook dubbele kaartjes heb. Ja, voilà, dus die gaan we hier onderin doen. Deze ga ik dan echt eens opzoeken, want ik heb die pas overgetypt op mijn website. Dacht ik eens even gaan kijken hier in mijn box van al mijn vragen wat ik al op internet al heb gegooid. Ja, ik hou ze allemaal goed, ben ik het aan het zeg het aan het onderscheid aan het houden. Ziet, welke Belgische provincie is ook een land en een stad? Luxemburg. Hier is ze. Welk Belgische, hier, voilà. Jullie gaan het zien, hier, voilà. Dat het dubbel is. Ik weet niet of jullie het zien. Ik weet niet, het is misschien wel ondersteboven, maar het is dubbele vragen, voilà. Die gaan dan terug het bakje in. Dus dan komen er nu nog 6 vragen. Dus op naar de volgende 6 vragen. Ah nee, dus ik moet 12 nieuwe vragen nog stellen. Just. Oké. Welk taal spreekt men in Oostenrijk? Welk taal spreekt men in Oostenrijk?
Welke verhalen van A.A. Milne en E.H. Shepard leverden een wereldberoemde beertje op? Welke verhalen van A.A. Milne en E.H. Shepard leverden een wereldberoemde beertje op? Hint geel. Hint honing. Welke gebouw is de meest bekende ruïne van Bullion of zoiets? Welk gebouw is het meest bekende ruïne van Bullion? Dus B-O-U-I-L-L-O-N. Ik spel het maar even. Dus B-O-U-I-L-L-O-N. Dus welk gebouw is het? Is de meest bekende ruïne van Bullion, zoiets. Hoe heet de kleinste vissenvriendje van Ariel? Dus dat is iets van Disney, hè? Denk eraan. Hoe heet het kleine vissenvriendje van Ariel? Van welk dierlijk product is Australië de grootste producent? Van welk dierlijk product is Australië de grootste producent? Hoe heet een uit de kluiten gewassen Lego-blok? Hoe heet een uit de kluiten gewassen Lego-blok? Over welke stad vliegen Peter Pan en de kinderen van Dalen? Over welke stad vliegen Peter Pan en de kinderen van Dalen? Welk tv-figuurtje vraagt alsmaar, kunnen we het maken? Ah ja, ja. Welk tv-figuurtje alsmaar, kunnen we het maken? Dus welk tv-figuurtje vraagt alsmaar, kunnen we het maken? Daar bestaat ook een liedje van. Come on. Kunnen wij het maken? No and off. Voilà, ik ken het. Ik ken het. Dat was de hint, hè. Waarmee betaalden de Nederlanders? Neandertalers. Oké. Dus waarmee betaalden de Neandertalers? Neandertalers. Oké. Waarvan heeft Bongo er 72 en Perdita 68. Waarvan heeft Pongo er 72 en Perdita 68? Hint Disney. Welk is de bekendste Amerikaanse motorfietsenmerk? Welk is het bekendste Amerikaanse motorfietsenmerk? Wat doet een voetballer die de netten vindt? Wat doet een voetballer die de netten vindt? Veel succes. Hierbij ga ik ook de vlog nu beëindigen. Ga ik die nu ook al integraal al in elkaar steken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ga sowieso ook nog zeggen ook op het belletje te drukken. Dat blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. En ik zie dat hier ook mijn computer achter mij weer al aan is gesprongen. Ik snap dat soms niet. En het is ook weer al vrij rustig op mijn... computer. Dus die is niet echt aan het weg. Dus die heeft weer al die ene programma gesloten. Damn you. Dat is niet goed.
Maakt niet uit. Dan heb ik ook nog een kleine andere mededeling over BF-lows. Ja, BF-lows zijn onregelmatig. Omhoog van, we zijn nog een oplossing aan het zoeken. Hoe we die beelden rapper bij mij kunnen krijgen. Dat ik die rapper kan in elkaar gaan steken. Dus daar gaan we nog een oplossing moeten voor zoeken. Dus dat wordt nog even denkwerk. Dus dan weten jullie dat ook weer op via mijn vlog. Dus BF-lows, die komen nog wel eraan. Maar heb even geduld. Bij deze, dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, nogmaals. En vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken. Ciao!